Remco Overzier had tussen kerst en oud en nieuw een bijzonder drukke week met het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer. Wij hebben de dag na de wedstrijd tegen Jong AZ, dus zaterdag, hebben wij eerst met Adrie Bogers gesproken. Met hem gesproken over de situatie die we in de eerste seizoenshelft hebben gehad. Je evalueert en je blikt vooruit. Pepijn Leinders was erg enthousiast over de functie bij NEC. Ik denk dat dat merk je sowieso in de voetbalwereld, dat de dingen die wij aan het doen zijn. Of het nou zaakwaarnemers zijn, of het nou spelers zijn, of het nou stafleden zijn. Maar mensen hebben wel in de gaten dat er mooie dingen staan te gebeuren. Dus dat opent vaak ook wel weer wat deuren. Er is rust in de tent. We hebben een heel duidelijk plan van waaruit we werken. Dat doen we met mensen die we het afgelopen jaar hadden en die hebben we de komende jaren ook nog. Dus het is heel duidelijk wat we aan het doen zijn. Bogers voelt zich goed met zijn rol als assistent. In de basis is dat natuurlijk ook de rol die we waarvoor we in eerste instantie hebben aangesteld. We hebben het vertrouwen vooral heel bewust gegeven aan de bestaande mensen. En natuurlijk is het gevoelsmatig even pittig als je gedurende het seizoen in een iets andere rol komt te zitten. Dus dat, gevoelsmatig is dat natuurlijk lastig. Dat maakt niet uit voor wie dat zou zijn, dat is voor iedereen. Maar rationeel is het heel goed te begrijpen, want we hebben een plan. Dat plan is intern bij iedereen bekend. Dat communiceren we ook overal. Dus vanuit die optiek is het heel logisch, omdat je hiermee iets toevoegt aan de technische staf. Ook de naam van Jack de Gier is gevallen. Deze winter hebben we met een aantal kandidaten gesproken. Maar goed, het zou niet heel netjes zijn om daar op naam in te gaan, lijkt mij. Hè? Een aantal spelers is deze winter al vertrokken. Bouwalda die is net weer fit. Heeft een best wel pittige meniscusblessure gehad. Goed dat hij net voor de winter weer kon aanhaken bij de groep. Maar die jongen die moet minuten maken. Die moet veel wedstrijden spelen om vervolgens in de zomer weer terug te kunnen komen. Slegers is onderweg naar Trentin. Dus dat, hopen dat allemaal goed komt. Vooral voor hem ook. Dan heeft hij een nieuw avontuur. En schuldt het ons wat kosten op de loonlijst, zullen we maar zeggen. En dan hebben we natuurlijk nog Jordan. Ja, Jordan is de laatste wedstrijd duidelijk wel in beeld gekomen. Alleen je moet soms ook aan de toekomst van de speler denken. En op het moment dat je ziet gebeuren dat een speler niet op zijn ideale positie in aanmerking komt voor speelminuten. Als je dat ziet en je weet ook dat je in het verleden een transfersom voor Jordan hebt betaald. En je kunt daar die transfersom en nog wat extra's er nu uithalen. Ja, dan is het en de toekomst van de jongen. Een stukje zakelijk denken. En zorgen dat we dat voor de korte termijn op kunnen vangen. Overzieren is in gesprek met spelers met aflopende contracten. Ja, dat doen we sowieso. Hè. Kijk, we hebben in principe voor nu, maar ook voor de zomer ons huiswerk gedaan. Dus alles, zowel voor Eredivisie als Super League, ligt klaar. We hebben alles in beeld. Ja, dus we zijn sowieso gesprekken aan het voeren op de achtergrond. Met ook mogelijke spelers voor volgend seizoen. Dus je houdt alle opties open. En informeel praat je veel met jongens. Maar echt de formele gesprekken, die start je op het moment dat ik gevoelsmatig denk. Dit is een goed moment. Forza NEC en RN7 gaan mee op trainingskamp. Dankzij F-Graphics, Massage Nijmegen, F-Work, Jacques Bongersdranken, woningbouwprojecten Heikant en Café de Zaak uit Beuningen.